Hallo, hallo, welkom weer bij deze nieuwe video. Ik loop hier nu beneden in onze gang. Ik ben even aan het controleren wat al onze deuren wel dicht zijn. Want we zijn gesloten, onze horecazaak is dicht. Het was vandaag een pittige dag. Yes, alle deuren zijn dicht. Het was vandaag een pittige dag. Het was ook een zonnige dag. Ik denk dat het wel de warmste dag was vandaag sinds een lange tijd. En dat heeft deugd gedaan. Heel veel mensen zijn buiten gekomen. Deugd gedaan ook voor ons gewoon dat we ook konden buiten komen, ook op ons terras. Ondanks dat we wel aan het werk waren. Veel fijner als eigenlijk gewoon als we binnen in de zaak. Oh ja. Kijk, al de stoelen staan ook al naar boven. Want we moeten nog poetsen. Dat doet Jeno elke zondagavond. Het is voor ons gewoon veel fijner dat we kunnen werken als we buiten op het terras kunnen staan met de mensen te mogen bedienen en zo. En het was eigenlijk ook nog wat best nog aangenaam qua temperatuur in mijn keuken. Dus alleen maar goede dingen. Leuke dingen, ondanks dat eigenlijk de nacht een beetje drama was. Deze nacht was echt gewoon hele grote drama. Jules, waarom was het drama? Wat was er vannacht? Ja. Wie was er? Wie voelde zich niet goed vannacht? Jules. En wat had Jules? Ja, onze Jules heeft dus de windpokken vandaag, de derde dag. En vannacht was echt gewoon een hel. Echt een hel. Ik denk als we 3 uur hebben geslapen, dat het veel is. Hij was maar aan het draaien, aan het keren. Hij had jeuk overal. Hij had koorts die we niet echt onder controle kregen. Het was echt, echt een hel. Maar blij dat we die nacht hebben overleefd. Deze dag hebben overleefd. Maar je staat goed vol, ja. Op zijn rugje. Maar ziet het zo niet goed natuurlijk. Oh, eigenlijk op de camera zie je dat bijna niet. Papa. Ik denk dat ik ook windpokken heb. Omdat ik zo van die... hoe noemt dat eigenlijk? Ja, mijn arm heb ik daar ook. Hè. Dat zijn zo van die bruine bolletjes. Maar zijn geen windpokken. Maar Jules, ja. En kijk in zijn gezicht. Staat hij ook goed vol. Ja, zuligaard. En er was ook niet echt een apotheek bij ons in de buurt open vannacht. We moesten bijna al 40 minuten gaan rijden, enkele rit. Van een beetje te ver. Dus we hebben hem uiteindelijk proberen te helpen met de medicijnen die we hadden. Ook nog een olie gesmeerd en zo, maar niets hielp. Nu hebben we ons beter voorbereid. Mijn mama is vandaag naar de apotheek van Wacht gereden. Voor een soft brush voor de windpokken. Dat verkoelt en helpt de jeuk. En ook nog fenistildruppeltjes. Dat er ook voor helpt, dus dat hij minder veel jeuk heeft. En we hebben ja, ook nog van alle andere dingetjes, ook nog voor onze Jules, het zo aangenaam mogelijk te maken in deze jeukerige, bolletjesachtige tijd. En ook voor onszelf natuurlijk, want echt, het was... ik hoop dat we vannacht een betere nacht in ieder geval aan hebben, maar dat zal hopelijk wel lukken. We hebben ook besloten dat onze Jules op deze manier ook niet naar het school kan morgen. In principe is het morgen gewoon een buitenspeeldag. Dus nu ook niet echt dat hij iets echt gaat missen of zo. Maar ook wel dacht ik, ja, buitenspeeldag, het is keizonnig morgen ook. Dus ja, dat hij ook nog eens keer zou vallen of zo met zijn windpokken leek ons niet echt een goed idee. Dus ja, morgen niet naar school dan. Wat heb je gedaan? Het zou nu wonderbaarlijk allemaal... Ja, dat denk ik niet. Toon het eens aan de kijkers. Wat is dit? Die kant is niet getekend. Die heb je niet getekend. Maar de andere kant wel, toch? Ja. Daar heb je op gestempeld. Mooi hoor. Naar Peppa? Peppa Pig. Peppa Pig, ja. Ja. Je hebt ook nog geschilderd, hè? En de giraf heeft hij ook nog... Hier, kijk. Je hebt geschilderd vandaag. Je hebt heel veel geschilderd, hè? Wat is dit? Je hebt een kleurboek geschilderd. Dus de bladzijde uit eigenlijk een kleurboek hebben we eruit gehaald. En heeft hij daarmee geschilderd? Boe. Ja, nog meer, hè? Nog meer. Hij heeft heel veel geschilderd. Kijk eens hier, allemaal een mooie leeuw van onze Jules. Wow. Mooi, hè? Ja, dat is goed getekend. Ja. Al binnen de lijntjes. Ja, hè? Relatief mooi binnen de lijntjes ook. Dit is een ander beest, ik denk een vogel. Het is precies nu een papegaai. Een heel erg kleurrijk beest in ieder geval. Anyway, hoe heb jij de nacht ervaren? Heel slecht. Ja.
Kom mee, zegt hij. Kom mee, dat is geen kantine. Ja, hij is echt lief. Ja, hij is er ook een beetje aan het doors helpen met paracetamol. Perdolan. Perdolan. Dus voor paracetamol, nee? Nee, ja. Ja, dat zit er vast wel in. Ja, dus daarmee gaat het wel een beetje. Ik zou willen dat je het ook allemaal zou kunnen nemen. Dat ik mij ook een beetje beter voelde. Maar ik heb eigenlijk ook niet goed geslapen. Ik voel me ook niet op en top eigenlijk. Nee. Het is hier een beetje hier een zieke boeg. Ik moet zeggen, ik voel me vandaag voor de eerste dag terug een beetje wat beter. Ik hoest ook niet meer zoveel. Mijn neus verkoudheid is weg. Mijn oorpijn is weg. Dus ik ben wel blij. Maar Jeno heeft nog altijd de verkoudheid. Jules die heeft de verkoudheid. En dan daarbovenop ook nog een keer dan de windpokken. De waterpokken trouwens voor de Nederlandse volgers. Dus best wel heavy eigenlijk. Zo die combinatie. En dat dan ook nog eens met eigenlijk werken gecombineerd. Met het warme weer. Want het is echt wel warm hier in huis. Het is ook weer 24 graden. Ja. Zag ik net. Dus het warme weer er ook nog eens bij. Niet echt de ideale combo. Maar ik weet wel dat wij als gezinnetje wel, waar wij wel eigenlijk een ideale combo zijn, dat we ons er wel eigenlijk zullen doorslagen. Hè? Mooi hoor. Ja, joh. Zou wel moeten, hè? Ja. We hebben niet echt veel keuze, in die vier meester, schatje. Nee, auw! Zeg! Nu hoor ik ook eigenlijk terug. Hier zijn we hier in een zieke boek. Mijn haren een stuk uitgetrokken door Jules. Ik denk dat ik daar achter moet gaan helpen. Hij zit in de koffer, maar daar zit allemaal speelgoed ook in, man. En daar wil hij nu blijkbaar met de tunnel spelen. Ja. Ik denk dat we onze Jules stiltjes aan ook nog de medicijnen gaan geven voor minder veel jeuk vannacht. En dan hem ook stiltjes aan een bedje gaan steken. Ondanks dat hij eigenlijk nog niet echt slaap- of moe-verschijnselen vertoont nu. Hij moet wel voldoende rust nemen. Het is ook alweer bijna weer bedtijd. En voor ons ook trouwens. Dus wij zien jou heel erg morgen weer voor een nieuwe video. Zeg ciao! Jij moet ook nog thuis. Ja. Ja, ik moet ook nog poetsen, ja. Ja. Tot morgen, Jules. Tot dag. Ja, openmaken. Toch nog even openmaken. Allee. Leuk, hè? Een tunnel in ons huis. Allee, Jules kruipt er al in. Ja. Nu is het weer zo, mannen. Wauw, Jules. Leuk. Nog een keer. Gekkie. Dag, Jules. Amai.